Hij nodigde Greenpeace uit op zijn bedrijf om ze ervan te overtuigen hoe duurzaamheid te werk gaat. En overtuigd waren ze. Hortensia-kweker Rob Jonkers uit Elshout die gebruikt geen bestrijdingsmiddelen bij de kweek van zijn unieke hortensia-soort The Forever and Ever. En ook onze Hannelore Struijs die wilde er alles van weten. Ja, je ziet het. Hier bij de broeders Jonkers in Elshout laatst met vuile werk opknappen. Onkruidwieden. In deze kas worden namelijk hortensia's gekweekt. Dat is op zich niet zo bijzonder, maar wat wel bijzonder is, is dat het op een hele duurzame manier gebeurt. Normaliter wordt het chemie gebruikt om een plant in het kweekproces wat compact te houden. En wij hebben dat stukje chemie weten te vervangen door een biobased middel, dus op een natuurlijke manier. In combinatie met de eigenschap van de plant werkt dat prima. Met dit systeem hier, heel het buizenstelsel wat je hier ziet, met de nodige pompen, brengen we bij de planten het water. Met de nodige voedingsstoffen die de plant op dat juiste moment nodig heeft. Een soort neveldouche, legt het over de plant heen. Is ook natuurlijk, want een plant krijgt van boven ook de regen. Dus het is eigenlijk ook weer een natuurlijk proces. Ja. Maar er zit dus een geheime ingrediënt in, of meerdere geheime ingrediënten. Ja, de samenstelling van de stoffen die erin zitten, die worden dus bij de unit waar we net waren opgemengd. En door het leidingstelsel gewoon met water mee vermengd en op plant gebracht. We hebben hier te maken met Duitse etiketten, dus deze partij waar we nu mee bezig zijn vertrekt vandaag nog naar Duitsland. We exporteren eigenlijk over heel Europa, dus dat gaat van Spanje tot en met de Scandinavische landen, Duitsland uiteraard, maar ook in Tsjechië, in Polen en sterker ook wel wat planten richting Rusland. Het geheim van de meester. Ja, dus je gaat niet vertellen wat erin zit? Nee. Kun je wel een tipje van de sluier oplichten? Want ja, het zijn dus geen chemische producten, maar wat voor producten zijn het dan wel? Het zijn organische stoffen. In principe voedingsstoffen. Ja. Niet uit een mijn zoals normaal gesproken de meststoffen gewonnen worden. Maar het zijn stoffen uit bijvoorbeeld compostering. Of uit beendermeel, dus van de hoef van een paard of een koe bijvoorbeeld. Die stoffen zijn er, ja. Dat is niks nieuws. Alleen met welke hoeveelheid, in welke combinatie, op welk moment. Dat hebben we zelf ondervonden. En waarom gebruiken jullie dat in andere bedrijven dan nog niet? Want het klinkt heel logisch natuurlijk bij Obeest. Het klinkt heel logisch, maar het is over het algemeen iets duurder nog. Dat is helaas zo. En het tweede, het is nog niet uitgevonden. Dus op de scholen waar het onderwijs wordt gepleegd, daar is dat nog niet helemaal ingebeurd. Dus je wordt eigenlijk nog opgevoed met de traditionele manier van gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen of voedingsmiddelen. Klaar voor vertrek? Ik denk het. Maar een warm land alsjeblieft.